Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boksel Natuurlijk. Ik ga vandaag een kijkje nemen op de biologische boerderij in Lennesheuvel, de Schoffel. Ik ben reuze benieuwd wat hier te zien is. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk dat ik hier vandaag een kijkje mag komen nemen van Boksel Natuurlijk. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Hi Marina. Ja, ja, super. Jij gaat ons rondleiden, want ik ben super benieuwd wat hier allemaal gebeurt. En ja, de biologische groenten en de kippen en de bijen heb ik gelezen. Ook en de kippen en de bijen hebben we ook. En de bijen hebben nodig voor de bestuiving. Ja, tuurlijk. Zonder een bij is er geen bevruchting. Ik wil er zo meteen alles over weten. Waar gaan we heen? Die kant? Die kant in. Super. Mark, we zijn in jouw domein, de boerderijwinkel. Ik vind het, als ik rondkijk, een gigantisch grote winkel. Waar is het mee begonnen? Met de groentes? Ja, met de kippen en met de groentes. Eerst een klein winkeltje gehad. En nu hebben we denk ik al 11, 12 ja, deze winkel alweer. 12 jaar alweer? Ja. Nou, geweldig. Dit zijn puur allemaal biologische producten, alles? Ja, op water en vis na. En zout. Op water? En... Ja, dat kan niet. Je kunt niet water niet, geen keurmerk op zetten. Oké. Nee. Nee, die wist ik niet. Nee. Mark, is dit nou een typisch voorbeeld van biologisch telen, kweken? Ja, die zijn niet altijd helemaal recht. Soms zijn ze een beetje krom, maar ja. Ja, dat maakt niet uit, nee, hoor. Het is om ze weg te gooien. Ja. En wat hebben jullie nog meer voor producten die zelf verbouwen of vliegen? Sla, die doen we momenteel. En prei, en bleekselderie, en venkel, en bosui, en andijvie. Is het niet moeilijk? Ja, de ene keer wel, de andere keer niet. Maar dan krijgen we als een plantje, krijgen we die dan binnen, hè? Die andijvie. Oké, nou, daar wil ik eigenlijk wel meer over zien. Dat kan. We staan hier op het belangrijkste stukje van de boerderij. Dit is de grond waar alles op gebeurt. Ja, de productie wordt hier gedaan. En hoe lang is dit al? Meer dan 27 jaar, of niet? Wij doen het nu van 1995 af, staan we op de markt. Ja. Dus dat is 27 jaar. En was dit ook altijd al jullie grond die je verbouwde? Ja, Kees is hier geboren en getogen. Wij zijn ofwel de derde ofwel vierde generatie die hier het stekje hebben. En jij bent daar ingegroeid, ingerold? Ja, ik ben aangetrouwd, hè? De koude kant, want met een warm hart voor alles wat hier gebeurt. Ja, het boerenleven zit in je, hè? Ja. Van vroeger uit meegekregen. Ja. En vroeger moest je hard werken. Ja, maar nog denk ik, maar dan, niet? Als je het vroeger geleerd hebt, kan je het op latere leeftijd ook nog. Ja, dat geloof ik wel. Als je het niet leert, dan komt er nooit meer uit. Ik zie hier verschillende groten staan van, of zijn het ook verschillende soorten, de prei? Verschillende. We hebben zomerprei, die zijn we nu aan het oogsten, daar, waar de onkruid allemaal zat, dat is de zomerprei. Ja. Dit wordt de herfstprei. Wauw. En dit wordt de winter, ja nee trouwens, dit is ook mijn winterprei, dus daar valt vol geweest. En dan hebben ze hier verder gegaan. Dat onkruid is nou een typisch voorbeeld van biologische boerderij of wat? Ja, onkruid heeft ook een functie. Vertel. Dat kevertje of de lieve heerbeestje of wat dan ook, heb ik liever dat in het onkruid gaan zitten als in mijn product. Oh. En wil toch ergens blijven. Oh, kijk. Dus dat toch een functie onkruid. Wist ik niet. Ja, heel logisch eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Marina, kun jij kort uitleggen wat nou het kenmerk is van biologisch verbouwen? Het kenmerk is sowieso het onkruid.
Daar hebben wij veel meer last van, want wij mogen dat niet chemisch bestrijden. Dus dat moeten we allemaal handmatig uitdoen. Ja. En als het een functie heeft en als het niet nodig is, laten we staan. Ja. En wij gebruiken geen kunstmest. Okay. Het wordt niet, het is geen opgejaagd spul dat vlug moet groeien. Mm-hmm. Krijgt zijn tijd om te groeien. En de rest is heel veel werk. Om dat alles handmatig. Handmatig te doen. En geen kunstmest, maar bijvoorbeeld wel koeienmest? Of, nee, we hebben kippen en van daaruit de kippen die doen hier ons. Hebben we een kringloop, de kippenmest. Ja? Wordt voor het land gebruikt. Oh, oké. Okay. De bevruchting van het land. Maar het lukt jullie? Waarom lukt het grote bedrijven niet? Is dat dan puur omdat er meer omzetsnelheid moet zijn of grotere massa? Dat is denk ik het meeste prijs. Die grote boeren die krijgen wel zo weinig voor hun product. Ja. Dat het wel in het groot moet. Anders kunnen ze niet overzien. Aha. Want je moet ook zien, die grote bedrijven leveren aan een veiling of aan een groothandel. Die groothandel moet eraan de verdiening. Het moet getransporteerd worden. Het moet allemaal terugbetaald worden. En toch is het nog goedkoper als wij. Omdat wij... het arbeid is zo duur. Het zit heel veel uren in. Ja, maar arbeid is in Nederland is de arbeidsloon zo duur. Ja. Je kunt iemand geen kilo bonen laten plukken die 20 euro per uur kost. Nee. Want je krijgt maar amper een kilo bonen geplukt in een uur. Snap ik, oké. Dat stukje hier met al die mooie wilde bloemen, Marina? Dat... Deze hoek hebben we speciaal ingezaaid voor de bijen. Wauw. We hebben 10 of 11 kasten bijen voor de bestuiving van de groenten. Ja, want leg dat eens uit, want dat weet niet iedereen. Je hebt bijen nodig op je veld, want... Je hebt een manneke en een vrouwtje. Bloemetje. Die moeten toch bij elkaar gebracht worden en dat doen de bijen. Ja. En vooral met courgette is dat heel belangrijk. Oké. Omdat je een mannetje en een vrouwtjesplant hebt. En die moeten bij elkaar gebracht worden door de bijen. Als het ware bevrucht worden. Ja. Voor je wel een courgette hebt. En dat is bij alle vruchten, alles van groeit. En daarom hier speciaal deze strook? Ja. Speciaal een lokmiddel voor de bijen. Wow. En je kunt ook zien de vlinders die erin zitten. Ja, het is geweldig. Ja. Prachtig. Speciaal ingezaaid. Hier staan de pompoenen. Oh ja. Dan hebben we 3 verschillende oranje, butternut en de groene. Ah. Even... Kijk, bij een mooie plant hebben we een courgette. Die kan iedereen in de tuin zetten. En je hebt toch een product. Kees, wat heb je? Ja, sproeien. Wow. Lekker. Ja, dat is lekker. Ja, natuurlijk. Maar ook zo om rauw te eten. Maar hij is zoet. Ja, dat is suikermuis. Ja, Marina, dat zei jij net, dat hè? Dat wordt door de wind bevrucht. Ja, dat wist ik niet. Dus als je de gewone boeren boeiermais in de buurt hebt staan, gaat hier het zoet af. Ja. Nou. Maar deze is... Rauw, zeker zo lekker om te eten als dat je gekookt is. Ja, ik vind het lekker. Ja. Hoe het verteringsproces is, weet ik niet, maar... Ik ook niet, dat merk ik. Komt goed. Ik kom er morgen achter. We gaan naar de... Kippen. Naar de kippen, oh wow. De dames. Heel de dames. Zo. Oh, de dames. Kijk nou. Och, hallo. Kom hier helemaal uit. Och, wat gaaf. Och, wat is dit leuk. Oh. En dat zijn de dames. Hallo. Niet bang zijn. Er zijn nog veel binnen. Ze kunnen wel buiten, maar... Ze kunnen buiten? Ja, de deur is open. De deur is open. Jullie kunnen naar buiten. Mag ik die mais... mag die erin? Ja. Ja? Oh. Wow, daar komen ze aan. Ja, dan worden ze vlug. Worden ze vlug, hè? Wat een geluid maken jullie, zeg. Marina, biologische kippen houden. Dat lijkt mij een vak apart. Hoe hou je ze gezond? Gezond? Misschien door het voer en de aandacht die je geeft als ze buiten kunnen. Ja. Deze kippen hebben wel een hele snavel, hè? Een hele snavel. Ja. Dat is een moordwapen als het ware. Ja, dus ze kunnen elkaar ook pikken. De pikorde. Ja, de pikorde heb je al, valt me dat best mee. Deze kippen zijn al ruim een jaar oud. Ja. En zitten er goed in de veren.
Oké. Okay. Dus dat valt best mee. Dit ligt ook veel aan het ras hoor. En lekker nog wel, lekker goed. De vleugels zijn niet geknipt? Nee, dat is helemaal, de kip is helemaal intact. En ze kunnen naar buiten? Ze kunnen naar buiten, ze hebben de snavel, die hebben in de vleugels geknipt. En waarom zit ze nou binnen dan? Ik denk misschien de veel zon is. Oh. De deur is open, dus... Kunnen ze niet tegen de zon, hè? Hangen een kip in de... Het liefst het mooie weer dat ze buiten het zandbak kunnen pakken. Ah. Dat doet het liefst buiten het zand roeren. Oké. Och, wat mooi. Ze zijn al plus minus 1000 kippen. Jeetje. Ja. En die leggen ook allemaal per dag een ei? Ja, de kip legt iedere dag een ei. Dus dan heb je 1000 eieren per dag? Ongeveer wel. Niet iedere dag nee. Leggen de kip. Als een keer niet lekker in de vel zit, dan doet je het niet. Oh. Maar over het algemeen legt hij iedere dag een ei. En leggen die ook gewoon het hele jaar door, iedere dag? In de winterdag wordt het minder, want ze moeten ook een bepaalde hoeveelheid licht hebben. Dus als de dagen korter worden, dan gaan ze minder leggen. En dan daarom doen we in de winterdag, toen we de dagen verlengen, door de lampen. En dat mag wel? Ja, dat mag wel. Maar wij mogen het alleen maar 's morgens. Je mag niet s'avonds de lampen in en aan en uit. Dat moet gewoon zichzelf doen. Dus er zijn ook allemaal regels die weer te maken hebben ja, met... Ja, de schallicentie, hè. En die komen controleren. En van de eiercontrole. Dus je wordt hier... op een biologische boerderij eigenlijk constant gecontroleerd. Ja, maar dat geeft ook niks. Nee, want... Als je eigen aan de regels wilt houden, moet je dat doen. Ja. En dan moeten ze ook controleren, anders hebben die regels geen zin. Ja. De kip die zingt altijd, hè? Ja, ik hoor het. Och. En dan straks is dat heel het sirene geluid, hè. Dat is één geluid. Joh, vers, dat kan gewoon niet. Hier worden eitjes gesorteerd. En een stempel erop. Ja, dat zag ik. Een eigen stempel van de schoffel. Ja, dat moet automatisch. Een ei dat op straat komt en verkocht wordt, moet altijd te achterhalen zijn waar het vandaan komt. Zo. Als eventueel een ziekte of wat dan ook in Nederland uitbreekt, dat ze kunnen zien waar het ei vandaan komt. Goh. Dus ieder bedrijf heeft zijn eigen nummer. En dat moet op stempel staan. Jemig. Het cijfertje 0 geloof ik, ja. Ja, dit is 0 en 11. Ja? Dat wil zeggen dat het een biologisch ei is. Okay. Zo wordt iedere scharrelei heeft weer een ander nummer. Of kooi-ei noemt het gewoon. Dus iedere keer verschillend. En die verschillen dat wij in winkels zien, L, XL, dat heeft dus te maken met een gram? Ja, iedere keer 10 gram verschil. Jeetje. XL is iets van 60 gram geloof ik, dan ik, zit er 10 gram tussen. En heeft dat nou te maken met de kwaliteit van de kippen of is nee, dat gewoon niks, de bouw van de kip? Een kip zit lekker in de vel, lekker een groot ei. Ja. En is vandaag niet echt lekker, dan is het eitje een beetje kleiner. Oh, nou, ik kan me er eigenlijk wel iets meer voorstellen. Het is ook een levend wezen, hè, de kip? Ja, precies. Waarom? Mariska, je bent de schoondochter, helemaal in de biologische boerderij gegroeid. Ja, dat klopt. Want jij gaat heel veel mee naar de markten? Ja, ik ga mee naar 2. Vroeg op, laat thuis? Heel vroeg op, 4:45 mijn bed uit en vooral op zaterdag heel laat thuis. En hier sta je in de winkel, help je ook, hè? Ja, dat klopt. Door de week help ik ook een aantal dagen in de winkel. Oké. Okay. Ik heb altijd al kassa willen spelen. Dat kan, dat mag. Ja. Dan zullen we eens even kijken. Een brei, die gaat op de weegschaal. Ja, die gaat op de weegschaal. En dan drukken we op de... En dan drukken we op het knopje. Oh, ik wil kiezen, leuk. Ja, dat mag. Brei. En dan gaat ja, hij weegt vanzelf, daar hoef jij niks aan te doen. Subtotaal. Hop. Op het nummertje. Hops. En uitdraaien maar. Wilt u pinnen of contant? Nou, je zou hier zo kunnen komen werken. Zou ik leuk Als je een nieuwe baan zoekt. Kassa lijkt me enig. Ik had niet hard genoeg gedrukt. Oh, dit belletje. Dat doet het hem. Het belletje, hè? Ja, het ouderwetse belletje. Ja, en het bonnetje. Nou, mag je de klant de bon geven. Alsjeblieft. Dankjewel. En een fijne dag nog samen. Dankjewel. En een fijne dag. Succes. Tot de volgende keer. Dankjewel. Doei. Nou, super bedankt dat we hier mochten zijn. We hebben een kijkje gehad in het biologisch verbouwen en telen van groenten en producten.
U bedankt voor het kijken thuis. Tot de volgende aflevering van Boksel Natuurlijk. Berend, die is helemaal wild nu. Leuk, hè? Ja, die is... Ja, Berend is officieel verdwenen in het kippenhok.